In welke opleiding ben je geïnteresseerd? Nou, ik kom hier een beetje ter oriëntatie, dus ik ga alles een beetje bekijken. En ik heb nu niet echt een opleiding dat ik echt precies wil bekijken. Dus echt interesse in één opleiding. Je gaat lekker alle steentjes gaan Ja, alles ga ik even bekijken. Oké, wat is je eerste indruk van een Stenden Hogeschool? Nou, mooie school, want we hebben eerst aardige mensen. En ik ben er nog maar net, dus ik heb er niet echt wat bekeken. Maar het ziet er allemaal goed en verzorgd uit. En ja, waarom ben je naar deze overdag gekomen? Op school hebben we een paar beroepenmarkten gehad. En toen heb ik ook, ik heb allereerst ook verhalen gehoord van mijn vriendin. Die vond dat erg leuk. En die heeft mij zo ook een beetje gemotiveerd. Ja. Door de beroepenmarkten heb ik al een beetje gehoord dat het heel interessant verhaal is. Dus ik wil eigenlijk wel kijken. Dat vind ik wel interessant. Oké, en wat voor beeld heb je van Leeuwarden als studentenstelsel? En heel vaak naar Leeuwarden ben ik er niet geweest, maar ik heb verhalen gehoord ook al bij de beroepmarkt. Het wel heel leuk wonen en uitgaan en alles is. Dus. Oké, en wat vind je van het internationale karakter van deze school? Wat zit er aan mee? Deze school is internationaal, dus er zitten hier studenten op deze school vanuit Duitsland, Frankrijk, noem maar op. En wat vind je ervan, dat het zo internationaal is? Ja, dat vind ik wel goed. Ik heb ook in het buitenland is ook wel de mogelijkheid om te kiezen. Dat vind ik wel heel goed dat het ook internationaal is. Nou, mag ik bedanken voor je tijd? Oké, nou, succes.